Zijlijn Sport. Met vandaag de wedstrijd Blauw-Geel 38 tegen Vlissingen. Vlissingen, de nummer 4 van de ranglijst, kwam op bezoek op het Prins Willem-Alexander Sportpark tegen nummer 8 Blauw-Geel. Blauw-Geel had uit de laatste 3 wedstrijden 7 punten behaald. Vorige week moeizaam met 1-1 gelijk speelde tegen Dezo. En het wilde vandaag uiteraard de 3 punten in eigen huis houden. Blauw-Geel speelt vandaag in de volgende opstelling. Op doel Jeffrey Vendrig, de achterhoede met Koen van Zutphen, Gerke van de Akker, Martijn van Loon en Sten van Vessem. Het middenveld wordt bezet door Murat Korkmaz, Mustafa Güler en Stefano Verburg. Voorin Emiel van de Zanden, Brian Peters en Danny Verbakel. De opstelling van Vlissingen, met name voorin de belangrijke en snelle spelers Regilio Pinas, Josimar Patinama en Ab Dembi. Blauw-Geel mocht de aftrap verrichten en het zou meteen Terk van Akiet gaan. Met Stem van Vessem speelt af op Danny Verbakel. Blauw-Geel had een sterke wind in de rug en daar zou het van profiteren. Hier is Stefano Verburg die door kan. Voorzet of doelpoging van Danny Verbakel, maar de doelman redt met een hele mooie save. Danny Verbakel kan een corner eruit halen die overigens niet zal opleveren. Nu krijgt Blauw-Geel zijn tweede corner van de wedstrijd. En Blauw-Geel zal laten zien dat het met corners altijd gevaarlijk is. Het is verdediger Koen van Zutphen die de bal in het doel kopt. En Blauw-Geel al in de 4e minuut op een 1-0 voorsprong zet. Vlissingen kwam incidenteel een keer op de helft van Blauw-Geel en was bij die eerste keer ook direct gevaarlijk. De aanvaller van Vlissingen komt net tekort in de 10e minuut. Blauw-Geel zou het spelbeeld blijven bepalen en was met gevaarlijke aanvallen, met name over links, constant dreigend en gevaarlijk voor Vlissingen. Lage corner van Danny Verbakel, maar daar weet Vlissingen wel raad mee. Blauw-Geel neemt echter snel het balbezit weer over en probeert wederom een aanval op te bouwen. Brian Peters komt in balbezit en hij zal laten zien dat hij met zijn snelheid altijd voor gevaar zorgt. Het was absoluut geen buitenspel en buitenkantje voet tikt hij de bal voorbij de doelman in de benedenhoek. Slechte paas van Vlissingen, waarbij Emiel van der Zanden in balbezit komt. Speelt samen met Brian Peters en er volgt een korte scrimmage waarbij Emiel van der Zanden de bal kan oppikken. Een tackle van de verdediging van Vlissingen is te laat. En een penalty is het gevolg. Scheidsrechter Kok was daar heel resoluut in. Hier zien we het nogmaals. Een zuiverdere penalty is niet denkbaar. Emiel van der Zanden neemt zelf deze penalty en doet dat met een hele mooie soort van panenka. En zorgt voor een 3-0 voorsprong. Ja.
Vlissingen was incidenteel te vinden op de helft van blauw-geel, maar was eigenlijk niet gevaarlijk buiten die ene kans in het begin van de wedstrijd. Blauw-geel neemt over en er komt weer een hele snelle uitbraak van blauw-geel. Wederom de snelle Brian Peters die opstoomt. Murat Korkmaz wordt op maat bediend. Maar de klasse redding van de Vlissingse doelman voorkomt een grotere achterstand voor de ploeg uit Zeeland. Corner levert helaas dit keer niets op. Blauw-geel bleef de eerste hele helft makkelijk op de been. De tweede helft, dat zou een ander verhaal worden. Vlissingen had nu de straffe wind in de rug en moest alles of niets gaan spelen om in ieder geval nog te proberen een punt meer te krijgen naar Zeeland. Hier volgt dan toch nog een hele goede aanval van blauw-geel. Over Sten van Vessem, Stefano Verburg, die terugspeelt op Sten van Vessem. Danny Verbakel, en die levert een voorzet af, waarbij Emiel van der Zanden een beetje te ongedurig is. Hij schiet die bal huizenhoog over. Sten van Vessem grijpt op het juiste moment in en moet wel een corner voor weggeven. Echt gevaarlijk zou Vlissingen niet worden. Dit was een prima afstandsschot, maar Vendrig stompte de bal goed weg. Toch zou Vlissingen op een aansluitingstreffer komen. Een heel mooi schot wat voor Vendrig onhoudbaar was, betekende in de 70ste minuut de 3-1. Vlissingen bleef het die gehele tweede helft wel proberen, maar kwam eigenlijk nauwelijks nog voor Jeffrey Vendrig buiten dan de afstandsschoten. Blauw-geel stelde daar ook niet veel tegenover, want ook hier deze aanval levert niets op voor de blauw-gele. Desley Schilders, ingevallen, speelt de bal op Murat Korkmaz. Hij geeft hem aan Mustafa Güler, die hem in één tijd doorstuurt naar Emiel van der Zanden. Emiels voorzet is net iets te scherp, waardoor Murat er niet bij kan komen. Blauw-geel speelde een sterke eerste helft, maakte goed gebruik van het windvoordeel en deed dat beter als Vlissingen in de tweede helft. En wint daarom ook verdiend met 3-1. Elva van Breugel. Ja, ik zei het straks tegen Koen Verzet van ook al proficiat met overwinning 3-1. Mooi, tegen de nummer 4 uit de competitie. Ja, goed, ze dicht bij elkaar. Volgens mij zijn ze op dit moment op 2 punten van ons. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Een ploeg die bovenin meedraait. En ja, ik vind terecht overwinning, dus ik ben er wel blij mee, ja. Ja, voor Russie moet zelfs eigenlijk, moet dus dood zeggen ze al, maar je kan zelfs nog de kans om op 4-0 te komen. Hè? De kans van Korkmaz, dat gebeurt niet. Ja, en dan krijg je na rust een totaal andere tweede helft. Ja, de weersomstandigheden speelden wel een rol. Wind, hè? Ja, inderdaad. Ik moet zeggen, de eerste helft om daar terug te komen, vonden we ons echt met vlagen goed spelen. In ieder geval gebruik maken van de mogelijkheden die ze ons lieten. En dan maken de drie,
Maar ik denk wat je zegt, hadden er ook 4 of 5 kunnen zijn. En misschien wel moeten zijn. Tweede helft, andere helft. Ja, je weet dat ze het vast gaan zetten. Je weet dat ze met een 3-0 achterstand alles of niks gaan spelen. Ja goed, dan moet ik zeggen, de eerste fase na rust vond ik eigenlijk er niet zo heel veel aan de hand. Vond ik het wel oké, daar doorheen kwamen. Alleen vervolgens, ja, naarmate de wedstrijd voordat, ziet ze nog wel een goede goal binnen. Wordt 3-1. Ja, dan weet je toch, de laatste 20, 25 minuten, dan blijven ze er. Dat was overigens een mooie goal. Ja, dat zeg ik. Dat was een mooie goal. Dus dan blijven ze er wel in geloven. En ja, dan krijgen we het opportunistisch spel van hun. En ze hebben toch hele vaardige spelers. Ze hebben ook nog wel wat fysieke kracht. Dus ja, dan is het eigenlijk in het verdedigende gedeelte overleven. Alleen dan moet je in de omschakeling moet je eigenlijk wat meer kunnen brengen. En dat hebben we te weinig gedaan. Ja, waardoor het eigenlijk de tweede helft één richtingsverkeer was. Zonder dat we volgens mij 100% kans hebben weggegeven. Ja, vanmorgen in tweede, je hebt zelf ook nog even staan te kijken, gebeurde dat wel. Hè? Het was eenzelfde soort situatie. En dan komt de tweede op het laatste toch uit. En dan scoren ze. En dan krijgt zo'n wedstrijd toch een heel andere wending. Ja, die stond 3-0 voor bij 3-2. En dan weet je van de tegenstander gaat komen. En dan moet je eigenlijk. En het deed tweede wel, die maakte de 4-2. Nou goed, bij ons was het marge al 2. Maar maak je de 4-1. Ja, dan zal er bij hun ook wat weg, wat hoop weggaan. En op dat moment maak je 4-0. 4-1, de doelpunt van hun, dat viel pas na rust, hè? Ja, nou ja, goed. Maar het eerste helft hebben we de mogelijkheden wel gekregen. En hebben we het in de omschakeling wat goed gedaan. Alleen de tweede helft vond ik niet. Ja, en dan moet je eigenlijk wat meer de rust hebben op het moment dat je de bal een keer verovert. En dan moet je er eigenlijk proberen beter uit te komen. En daar hebben we eigenlijk te weinig gedaan. Maar ik moet zeggen, over het geheel genomen ben ik wel tevreden. Ja, je bracht op het laatst nog Desley Schilder. Was dat een defensieve wissel? Of wou je hem meer op het halfveld hebben? Die ja, gebruikmakend van zijn goede pas? Nee, het was gewoon positie voor positie. Plus het feit dat Desi even meer lengte. Dus met stils in de situatie zo we daar ook ons voordeel uit kunnen halen. Dus het was wel even misschien een onwennige positie, maar ik vond dat hij er wel goed invulde. Nou, in ieder geval een dikke overwinning, 3-1. Aanstaande donderdag voor de beker. Uit naar Spouwbeek. En dan uit naar Dongen. Ja, wedstrijd voor wedstrijd, dus een donderbeker. En dan zien we vandaar hoe het tegen Dongen gaat. Dankjewel, gaat vieren. Ja, Koen van Zutphen, proficiat met de 3-1 overwinning. Ja, we zeggen dan altijd twee verschillende helften. Ja, dat klopt. Eerste helft hebben wij volle bak druk op hun. En de tweede helft hebben hun ons eigenlijk onder druk. Maar het voordeel was dat wij met 3-0 voor stonden en hun drie moesten maken om gelijk te komen. Ja, je nam vandaag de plek in van wat andere mensen die geblesseerd waren. Onder andere Stijn de Looyer was geblesseerd en Freek Langermans. Die zat zijn profcontract te tekenen in het verre Tsjechië. Ja, dan val je in op die plek. Dan wordt dat even van je gevraagd. En dan maak je ook nog het eerste doelpunt. Ja, dat klopt. Volgens mij mijn eerste goal voor Blauw-Geel in de competitie. Voor Blauw-Geel dan in ieder geval. Hij is er nog in. Ja, oké, dat mag. Dat doe ik zelf ook. Ja, dat klopt. Ik moet die jongens vervangen. Maar dat heb ik dit seizoen al meerdere keren. Ik weet al niet meer hoeveel. Maar meerdere keren gedaan. Toen ging het ook redelijk goed. Alhoewel dat ik vandaag niet, vond ik de eerste helft wat minder speelde. Maar wel een goal maken inderdaad. En de tweede helft pakte ik mezelf en ging het vrij aardig. En dan zien we hier de uitslagen van deze zondagmiddag in de hoofdklasse B. Baronie OSS 20, 0 tegen 3. EHC krijgt een flinke opdoffer van Halsteren en verliest ook met 0 tegen 3. Dosco Udi 19 wordt 2-2 en Udi verloor in de laatste minuut een 1-2 voorsprong. Gemert Groenester 3-2. Top verliest wederom en ditmaal is Gestel met 1-3 te sterk. Blauw-geel Vlissingen hebben we gezien en werd 3-1. En Deso tegen koploper Dongen werd helaas afgelast. De stand in deze hoofdklasse B. Koploper Dongen ongenaakbaar aan kop. Nu gevolgd door het sterke OSS 20 dat met 33 punten wel op ruime afstand volgt. EHC zakt een plaatsje naar de derde plaats. Verder op nummer 6, Udi 19 met 15 wedstrijden gespeeld en 24 punten. Het heeft daarbij 1 punt meer als streekgenoot Gemert, maar dat heeft 2 wedstrijden meer gespeeld. En ook Blauw-Geel 38 heeft 23 punten en 2 wedstrijden meer gespeeld als Udi 19. Onderin was er dus verlies voor Groenester, Baronie en ook Top met 17 wedstrijden gespeeld en slechts 6 punten wist niet tot winst te komen. Dit was Skyline Sport. Bedankt voor het kijken. Over 2 weken dan zijn we weer terug en wel met de wedstrijd Udi 19 tegen Baronie. Skyline Sport.